Hey, hallo, wat een nieuwe, mooie, prachtige dag. En vandaag wil ik het met jullie over vraag: Waarom zou ik bewuster moeten worden? En dat is eigenlijk een vraag die jij misschien ook wel al gesteld hebt, of dat je gehoord hebt van iemand anders. Nu, het feit is, eens dat je wakker geschud wordt door je ziel en je lichtteam, dan kan je het proces eigenlijk niet meer tegenhouden. Het enige dat je kan doen, is dragen en het jezelf veel moeilijker maken dan wat dat is. En vaak hoor ik klanten zeggen, waarom zou ik mezelf eigenlijk opjagen als andere spirituele leraren er zo lang over gedaan hebben. En we zeggen, ik hoor je. Maar je moet ook weten en beseffen dat de meeste spirituele leraren op dit moment nog steeds verder aan het groeien zijn. En dat kan ik zelfs mezelf eigenlijk ook als voorbeeld nemen en daar deel ik ook regelmatig stukken over. Maar mijn ontwaking zelf kwam er eigenlijk een dag nadat mijn zoon geboren was. De tweede nacht in het ziekenhuis kon ik hem totaal niet rustig krijgen. Hij bleef me wenen. Wat ik ook deed, hij bleef huilen. Ik uh, was een verse luier aangedaan. Um, eten gegeven. Ik voelde me echt zo machteloos En vroeg me eigenlijk op dat moment af waar ik aan begonnen was. Ik hoorde ik hoor mezelf altijd nog altijd denken. En um, ik vroeg me af wie dat eigenlijk, eigenlijk in godsnaam was. Om te denken dat ik een moeder zou kunnen zijn. Dus onzekerheid, faalangst, ontreddering, alles kwam eigenlijk naar boven op dat moment. En nog nooit eerder in mijn leven voelde ik me zo alleen. Ook al was ik eigenlijk in een ziekenhuis omringd met verpleegsters. En de nacht en de stilte om me heen, plus de druk van het feit dat mijn kind wellicht anderen wakker hield, gaf mij zoveel stress, zoveel onzekerheid. En eigenlijk moet ik ook zeggen dat die druk er ook niet kwam door anderen, want nog niemand was iets komen zeggen. Maar het was vooral de druk die ik mezelf oplegde vanuit oude ideeën, vanuit overtuigingen die ik had over het zijn van een moeder of hoe dat alles zou moeten verlopen. En op dat moment liep ik gewoon ook uh, uh, op, op, op de rest van mijn leven ook nog gewoon met een blinddoek door het leven. Maar vaak had ik ook gedacht van, is dit het nu? Elke morgen opstaan, gaan werken, eten maken, koken, uh, de was aan de plas en weer gaan slapen, weer gaan eten. Dat is eigenlijk een diepe ontgoocheling van het volwassen leven waar we als kind en tiener allemaal zo hard naar uitkeken. En die ontgoocheling was voor mij een hele heel, heel koude douche. Maar die nacht vroeg ik om hulp. Ik kreeg plots het idee om dan vervolgens mijn zoon bij, mijn, bij mij te leggen op mijn bed tegen mijn lichaam. Zodanig dat hij eigenlijk mij uh, kon ruiken en kon voelen en mijn hartslag kon horen zoals dat hij eigenlijk in de barmoede ook uh, kon doen. En zo kon ik toch tenminste wat rusten. En als wonder, bij wonder, op dat moment was het echt een wonder, stopte hij met huilen. Eigenlijk weer een beetje stilte. Tot na een paar minuten, denk ik, begonnen mijn oren zo hard te zuizen dat ik me afvroeg wat dat geluid nu weer was. Aanvankelijk dacht ik dat het iets was op de gangen of iets in mijn kamer, die, die plots uh, de, 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 de koelkast op de televisie die, die, um, zoveel geluid begon te maken. Maar tegelijkertijd wist ik ook dat het iets anders was, iets wat ik nog nooit eerder had meegemaakt of gehoord. En omdat ik me eigenlijk afvroeg wat het was, deed ik mijn ogen open. En toen zag ik in de hoek van mijn kamer een gloeiende bol energie met verschillende soorten kleuren. Uh, met wit, diamanten. het was precies een diamant in het midden en heel veel kleuren eromheen. En ik had eigenlijk nog nooit zo helder energie gezien. Um, en dat feit, samen met het geluid in mijn oren, zorgde er eigenlijk voor dat ik echt wel schrok. Want tot dan was ik ook niet gewend aan energiewerken en, en deed ik totaal niet wat ik nu allemaal doe met energie. Um, en eerlijk gezegd was ik eigenlijk wel altijd bang geweest om mijn ogen te openen in het donker. Net omdat ik soms dingen zag die ik niet kon toewijzen, dat ik niet kon uitleggen, dat ik niet wist wat dat was. Ik had er geen controle over en dat maakte mij bang. En vooral het idee, de gedachte dat er iets engs zou kunnen gebeuren. Dat er iets krachtiger was dan ikzelf die um, mij iets, iets zou kunnen aanvoelen. Wat natuurlijk niet zo is. Maar later begreep ik dat dit teken, het zien van die energie, eigenlijk een, een bewijs was of een signaal van mijn lichtteam dat ik op dat moment ook niet alleen was. En dat ik ondersteund was en ben in alles wat ik deed en doe. En die nacht was eigenlijk mijn ontwaking. Nu, ik moet ook zeggen, het duurde nog twee jaar voordat leer ik echt ben beginnen te luisteren naar mijn lichaam. En dus naar mijn hart en ziel. En ik had er uiteindelijk nog een burn-out voor nodig om tot stilstand en stilte te komen, en dus echt die weg naar binnen te gaan. Het is eigenlijk maar pas toen ik dat met mijn knieën op de grond werd gebracht, dat ik echt begon te begrijpen dat ik meer verantwoordelijkheid mocht nemen voor mijn leven. Want ik was geen slachtoffer meer, ik moest niet alles alleen doen om, om sterk te zijn, in tegendeel. Dat waren allemaal overtuigingen die ik aangenomen had door heel mijn leven. Nu. Fast forward, bijna 13 jaar later, want mijn zomer wordt in december 13 jaar, zie ik heel snel wanneer ik mezelf saboteer. Het universum geeft namelijk constant signalen waar ik heen mag gaan. Welke keuze zou ik mag maken. En als je kijkt van mijn ontwaking die nacht tot de integratie van het eenheidsbewustzijn of de uh, integratie van het hartgedragen bewustzijn, dat duurde ongeveer 8 jaar bij mij. Nu, geen paniek. Nu dat de energieën op aarde verhoogd zijn, Krijgt elke ziel de kans om veel sneller doorheen die initiaties en die eenweidingen te gaan waar ik acht jaar over heb gedaan. Dus jij hoeft er geen acht jaar meer over te doen, zoals ik of een andere spirituele leraar. Tenminste niet als jij daarvoor kiest. Dan kan je perfect in drie maanden tijd een hele diepe transformatie doormaken. Ik heb het met iedereen die al met mij drie maanden nauw samenwerkt al ervaren en gezien. Dus ik heb genoeg bewezen ondertussen. En ja, natuurlijk zullen er nog zaken zijn na die drie maanden die dan bovenkomen dat je nog verder mag gaan helen. Maar dat is de tijd die je nodig hebt om uiteindelijk je oude huid van je af te gooien en die nieuwe huid te laten groeien. Met andere woorden, dat is eigenlijk de tijd waarin de oude patronen bewust worden, waarbij je, je verkeerde overtuigingen gaat gaan transformeren in ondersteunende overtuigingen, en waarbij dat je um, herinneringen aan traumatische gebeurtenissen en aan oude emoties gaat gaan transmuteren. En dat is allemaal pure alchemie aan het werk. En hiervoor leer ik je werken met de universele vlammen, zodanig dat je nadien de tuigels weer in handen kan nemen en eigenlijk zelf kan gaan sturen. Want dat is mijn grootste betrachting van iedereen die met mij samenwerkt. Niet dat jullie afhankelijk van mij worden, maar dat jullie weer in je kracht gezet worden. Dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid terugkrijgt. En um, ik zou zelfs bijna kunnen zeggen dat ik een stukje allergisch ben aan afhankelijkheid. Zelfs bij mijn kinderen is dat zo. Ik stimuleer ze om zelfstandig te zijn en hun eigen keuzes te maken. En dat is dus natuurlijk soms met vallen en opstaan. Nu, dit terzijde. In oktober starten opnieuw de live sessies van het Mentorship Traject Zelfrealisatie vanuit de hartgedragen bewustzijn. En wanneer je net zoals ik dit hogere bewustzijn hebt geïntegreerd, dan heb je geleerd om je leven vorm te geven in afstemming en dus in uitleiding met je hart en je ziel. Wat hij automatisch ook weer meer licht brengt, meer liefde brengt, meer geluk en meer vrijheid brengt. Nu, het feit dat je hier nog steeds aanwezig bent, is een teken dat je wakker geworden bent. Maar wellicht heb je misschien nog niet het leven zoals je diep van binnen voelt, dat je, verdiept, dat je echt verdient. Um, of je wilt, wel geluk, je wilt gelukkig zijn, maar je vindt niet echt de weg over hoe je dat dan moet gaan doen. Um, of je staat jezelf een vraag: wat is er dan nog dat ik niet zie? Of is er misschien dat je zegt van, ik wil. Mijn passie gaan neerzetten en ik wil eigenlijk mijn missie hier gaan doen, maar ik weet het niet goed wat dat, dat dan precies is. Wel laat mij jou even helpen. Ik gebruik heel graag mijn gaven en talenten om jou weer op weg te helpen. Dat is eigenlijk eerlijk gezegd het liefste wat ik doe. Veel liever dan poetsen en het huis houden en al die andere klusjes. Maar laat mij jou de weg tonen uit die donkere nacht van de ziel. Want het hoeft niet langer te duren dan nodig. Dus je hoeft er niet langer in te zitten dan nodig is. Be de, het belangrijkste punt van die donkere nacht van de ziel is het echt letterlijk wakker schudden. Dus neem mijn hand en ik zal even met je meewanden op je pad. Zodanig dat jij je niet alleen voelt, dat je rustig wakker kan worden, dat je niet bang moet zijn in het donker. En dat je weet dat je altijd iemand naast je hebt die naar je luistert, die met je meeloopt, die je kan leiden en ondersteunen als het nodig is of waar je het zelf even niet meer ziet. Als je denkt van dat je niet goed bezig bent. Of dat je denkt van dat je wil gewoon wil opgeven. Of omdat je denkt dat je uh, het toch nooit zal inslagen. Of wat dat ook die saboterende gedachten ook zijn. Samen zijn we zoveel sterker. En zodanig dat we op het punt komen dat jij de verantwoordelijkheid kan nemen. Om ook jouw leven te leiden. En jouw leven vorm te geven vanuit de moeiteloosheid in je hart. Net zoals dat ik het op dit moment doe, sinds een aantal jaren. En Daarom zou ik jou heel graag ontmoeten en met jou samenwerken in het traject. Um, als je de video dagelijks bekijkt, dan weet je ondertussen dat ik het heb over het traject zelfrealisatie vanuit de hartgedragen bewustzijn. Het, de link daarvan vind je in de box hieronder. En ik moet zeggen, op dit moment is dat eigenlijk ook de goedkoopste en eenvoudigste manier om live met mij en mijn team, mijn lichtteam, samen te werken aan jouw groei. Zodanig dat je meer. Vrijheid, meer liefde, meer succes, meer erkenning, meer wat dan ook dat je wilt. Dat, dat je dat allemaal kan gaan manifesteren. En allemaal kan gaan vormgeven via de alchemie van de universele plannen. Dus... Mijn video stond eventjes stil. <laughs> Oké. Okay. Dus um, ik hoop jou daar te mogen ontmoeten. Je kan vandaag al aan de slag gaan. En dan vanaf oktober, uh, gaat van oktober tot december... Zijn er zo goed als elke week live sessies, ben ik veel meer aanwezig in de Facebookgroep. Waardoor je daar ook mee de vragen kan stellen die naar boven komen. Maar het feit, als je nu al zou beginnen, dan heb je ruim de tijd om doorheen de informatie en de content te gaan. Elke week komt er een nieuwe vlam, een nieuwe informatie vrij. En als je nu begint, kun je daar als dat nodig is, iets meer tijd voor nemen. Is niet zo, begin je later, dan is dat ook oké. Okay. Natuurlijk, je blijft toegang behouden en je kan opnieuw dan ook weer meedoen aan de live sessies in het voorjaar, dan ook volgend jaar weer in het najaar en zo verder. Want de bedoeling is dat die informatie van de vlammen altijd maar blijft aangevuld worden, zodat die telkens up-to-date is en eigenlijk meegroeit met uh, ons als collectief. Dat is eigenlijk het opzet van uh, dit traject. Dus als je er zin hebt, uh, of nieuwsgierig bent geworden, ga gerust eens kijken. En uh, dan zien we elkaar binnenkort. Dag!